wethouder sport, die vindt het ook geweldig om dit hier met ons allemaal mee te maken. En ja, het is natuurlijk hartstikke mooi, de opening van de motoriekroute hier vandaag in het Schelvorstpark. En ja, normaal gesproken, dan komen wij, zeker wij twee, als onderdeel van het college, komen we altijd bij openingen natuurlijk netjes strak in pak. En wij hadden zoiets en daar heb ik natuurlijk even mijn collega sport een beetje mee opgejut. Van ja, maar wij moeten natuurlijk wel ook het goede voorbeeld geven. Hè? Als je wil dat mensen gaan sporten en bewegen, dan moeten wij als eerste natuurlijk die korte broek aantrekken. Waarom zijn wij hier vandaag? Ja, we zijn hier vandaag in het Schelvorstpark omdat de motoriekroute hier geopend wordt. We hebben vorig jaar oktober het zogeheten Move It Festival voor de omgeving hier gehad. En daar hebben de gemeente, het sportbedrijf en Avedan ook allerlei waardebonnen voor de omgeving voor uitgereikt. En daar konden mensen stemmen op bepaalde projecten. De projecten motoriekroute die is uitverkoren als het ware. En nu, nou, zo'n kleine driekwart jaar later, staat het hier. Dus er zijn 11 onderdelen als het ware verspreid over het park aangelegd. En mijn collega Sport en ik hebben vandaag de motoriekroute mogen openen. Dus daar kunnen we hartstikke trots op zijn voor Almelo. Ja, en we hebben die motoriekroute geopend als onderdeel van meer motoriekroutes in Almelo. Want we willen graag dat mensen in de, buiten kunnen sporten. En we hebben in, bijvoorbeeld in Bornebroek een boostcamp aangelegd. In het Nijrese Bos is er al een geopend. Nu deze in Schelvorst. En daar gaan we op nog meer plekken in Almelo doen. Om vooral te stimuleren dat mensen gaan sporten en dat ze dat lekker buiten doen. En waarom hebben jullie het Schelvorstpark uitgekozen als locatie? Nou ja, het Schelvorstpark is een schitterend park. Hè? Je hebt het net gezien. En we willen heel graag dat mensen meer naar de parken toe komen. Nou, als ze dus ook naar een park gaan om te sporten. Ja, dat is hartstikke mooi. Dat vinden we fijn. Dan kan je het allemaal combineren. Hè? En in onze wijkanalyses, want die maken wij als gemeente samen met onze partners. Er blijkt ook dat gezondheid en eigenlijk de noodzaak ook voor onze inwoners om te bewegen. Nou, dat is ook in deze wijk aangetoond dat we daar echt met elkaar aan moeten werken. Dus nou ja, kan mooi in de buitenlucht. Voor lijf en geest, als het ware, is het gewoon goed om te bewegen. En dat kan hier hartstikke mooi in het Schelvorstpark gebeuren. Je ziet bijvoorbeeld doe je ook mensen wandelen hier. En je ziet mensen de eendjes water geven. Nou, of eendjes. De eendjes eten geven. En, maar je hebt hier bijvoorbeeld ook een hele mooie Jeu de Boelbaan. En er zijn bijvoorbeeld ook mensen die hier Jeu de Boelen. We hebben een voedselbos in dit park. Waar je dus ook straks vruchten kan plukken. En er wordt een volkstuin aangelegd. Ja, hoe meer mensen naar een park komen, hoe meer mensen, inwoners van Almelo, genieten van het park, hoe beter. Dat vinden we leuk. Leuk? Oké. Is dat goed? Nou ja, we kunnen. Pascal. Nee, dat vind ik wel mooi. Nou, leuk hoor. Leuk.